Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan we doen vandaag? Een stukje fietsen. Werken. En vertel eens, René. Ik ben René van Eyck. Ik geef les op de Pijler, Rotterdam-Zuid. En vertel eens wat over je klas. Ik geef les aan groep 7. Een groep van 26 leerlingen. Echt een diverse klas. En dat maakt het heel interessant en soms ook wel pittig, omdat de verschillen zo groot zijn. Als ik nadenk over wat voor mij belangrijk in het onderwijs is, wat willen kinderen leren? Dan komt mijn visie vooral neer op het woord keuzes. Ik vind het heel belangrijk om kinderen te leren te kiezen. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat kinderen groeien in wie ze zijn. Dat kinderen erachter komen waar ze sterk in zijn. En dan heb ik het niet over ik ben goed in dansen, ik ben goed in rekenen. Maar meer over ik ben goed in volgen. Ik kan goed problemen oplossen. Ik kan creatief denken. Dat vind ik heel erg belangrijk. Wat heb jij sowieso met Rotterdam? Ik vind Rotterdam een hele gave stad omdat het echt leeft. Er gebeurt van alles. Er is ook heel veel mogelijk. Ik ben voorzitter van Leraren met Lef geweest een hele tijd. En Leraren met Lef is een stichting voor positieve en enthousiaste leraren uit het PO, VO en MBO. Leraren die willen vernieuwen, veranderen en verbeteren van onderop. Misschien is het vooral belangrijk dat wij gaan kijken naar wat kinderen nodig hebben op dit moment. En dat we daar ons onderwijs op aanpassen. Zonder daarin te wachten op alle hogere niveaus, om daar goedkeuring voor te krijgen. Dat is volgens mij wel lef. Ik ben over Rotterdam zelf, we wonen in Rotterdam. Kop van Zuid werk ik. Waar het echt een hele goede mix is van laag opgeleid, hoog opgeleid, verschillende culturen, autochtoon, allochtoon. En waar je dus eigenlijk een hele mooie basis hebt om een soort mini-samenleving te vormen met de kinderen. Ik vind het heel erg belangrijk dat kinderen zich onderdeel voelen van de Nederlandse cultuur. Maar misschien is het in Rotterdam ook wel heel erg belangrijk om je Rotterdammer te voelen. Toen ik kleuter was, wist ik al dat ik juf wilde worden. En dat ik dat in Rotterdam mag doen, is eigenlijk ontstaan puur geografisch omdat ik in de buurt woonde. Maar nu zou ik niet anders meer willen. Lesgeven in Rotterdam geeft heel veel uitdaging. Is niet altijd makkelijk. Leraren die dat willen, kunnen echt het verschil maken in Rotterdam. En dat is dat Rotterdam de beste leraren verdient. En de beste leraren verdienen Rotterdam. Je krijgt de Rotterdampas. Dat is echt tof. Je kan leuke opleidingen volgen. Er zijn genoeg evenementen. Leraren die dat willen, kunnen echt hun podium pakken in Rotterdam. Oké, dat was het. Heel veel succes vandaag. Dankjewel. Fijne dag.